mensen van de Serie Gamer, dat je kijkt naar een nieuwe video op de Serie Gamer. En vandaag doe ik weer Black Ops 3 Domination. En we gaan weer beginnen met Black Ops 3. Vergeet niet te rammen op die blauwe duimpjes. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen. En dan gaan we lekker die B capturen. Nu Bravo, dus gaan we capturen. Of hun gaan we capturen. Wij gaan het zien. En wij gaan gewoon lekker Black Ops 3 doen met de CUDA. Het wapen is de CUDA voor de mensen die het niet weten. En ja, ik heb hem. En hier is nog iemand. Hier is nog iemand. Ja, wist het. Lekker voor je, lekker voor je. Capture hem. Ja, maar er zijn 3 versus 4. Is dat niet eerlijk? Nou, dus zometeen komen de mensen er wel weer bij. Laten wij gewoon laten zien dat wij gewoon de beste zijn van ons hele team. En dat gaan we proberen. Het nadeel is dat de KN44, waar ik echt vet goed mee speelde, echt gewoon de beast mode mee deed, dat die prestige 2 is en dat alle equipments weg zijn en dat ik er bijna niet meer kan mee spelen. Dus ik moet even wachten. En daarom gebruik ik die ook niet in de opnames, want anders lijkt het net alsof ik echt heel nieuw ben. En die heb ik ook. En dus zit hier iemand bij mij te sniperen. Gewoon rondjes draaien, gewoon rondjes draaien, gewoon rondjes draaien. Goed zo. Goed zo. Nou, die is dood. Oh, shit. Nee, die wil ik niet. Ik wil de UAV. Ja, goed zo. UAV. Oh, nee. Nee. Oh, nee. Oh, ja. Oh, gelukkig. Dat was echt lucky. Dat was echt lucky. Oké. De CUDA is nog best wel OP, hoor. Als ik eerlijk moet zijn. Mensen, als jou iets lijkt om te sprayen, gebruik dan de CUDA. Want ik vind dat echt gewoon een beastwap om mee te sprayen. En ik heb zo'n tankje. Ik weet niet precies hoe die heet. De Carbrius of zoiets. Ik zet hem lekker op B. En de care package ga ik zo meteen activeren als ik dood ben. Want anders dan is het niet handig. Tenminste, vind ik altijd. Dat doe ik altijd automatisch. Even kijken. Er zijn nog steeds 3. Even kijken, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Oké. Oh shit. Oké, maar nu kan ik wel mijn care package inroepen. Oh. Die rotbomen. Dat is altijd irritant aan deze map. Die bomen, dat je wel. Maar goed, dat is het enige nadeel van deze Redwood map. Meer is er echt helemaal niks mis mee. Oh, phew. Oh. Een counter UV. Nah, niet dat het heel sterk is. Ik had de laatste potjes dat ik 4 bij 3 maps zat. Ik 4 van die motherships achter elkaar. Gewoon 4 keer. Mijn vriend werd helemaal boos omdat ik gewoon 4 keer achter elkaar... Oh shit, ik had let even niet op. 4 keer achter elkaar een fucking mothership had. Dat is fucking OP. Fucking OP. Dat is fucking ook. Maar het is fucking lucky. En dat is wel heel fijn om te horen natuurlijk. Oh kijk, nu is het team helemaal volledig weer. Dat is altijd wel jammer, hè. Probeer je op te nemen en dat je dan gewoon niet een volledig team hebt. Dat is altijd wel jammer, maar... We gaan gewoon proberen om het team... Ja, we winnen... Waarschijnlijk is het nog wel de grote kans dat we eerste worden. Puur omdat... Omdat wij natuurlijk een voorsprong hebben. Op de meeste van ons team. Dus zitten ze daar te camperen. Oh, what the fuck wil jij? What the fuck wil jij? Ah, dat vind ik niet kunnen. Hé, hier zit iemand. Ja, die is dood. Hier zit nog iemand. Die is ook dood. Nou, capture B maar. Als ik jou was... Wel, achter ons. Of waar is die? Waar is dat? Oké. Even dit ding. Oké, oh, UAV. Ze komen daar. Die is neer. Nog iemand? Oh nee, daar allemaal. Oh, wauw. Wow, er zat daar iemand echt flink te campen of te campen. Wat is campen? Ja, stond daar een beetje te kijken. Oh, shit, damn. Oké, ik wist dat hij via het water kwam, via de UAV. Bedankt, UAV. Anders had ik mijn care package waarschijnlijk nog niet meer. Oh, snel. Nee! Kut, wat had ik? Ik wist niet wat ik had. Oh, waarschijnlijk had hij een tillen. Ah, boeien. Ah, dat maakt niet heel veel uit. Het is wel jammer, maar het boeit niet echt heel veel. Als het nou een... Mothership was oké, dan had ik echt zo gezegd van ik left deze game, want dat zou echt zo'n... Oh, wauw, dat was echt GG. Oh god, waar is die? Oh, daar is die. Snel, rondje draaien. Waar is die? En ik heb hem niet. Ja, nee. Oh, die gozer had zo lucky, hè.
Echt nog maar 2 korrels of waarschijnlijk nog 1 korrel, dan had ik hem. Het is, dat is echt, dat is zo... dat... Hoe hebben we verloren? Hoe hebben we verloren? Serieus, hebben we echt verloren? Oh, daar let ik echt niet op. Ik moet nu niet kijken naar mijn kills, maar ik moet nu echt kijken naar de vlaggen. Want, nou ja, de kills en de deads ook, maar... Oh, dat is echt naaiend dat we nu halftime hebben. Kut, we moeten winnen, man. Oh, daar let ik even echt niet op. Dat is wel jammer, natuurlijk. Maar we gaan gewoon weer voor knallen en we gaan kijken. Ik heel snel even C overnemen. Heel snel, kom op. En ren. Oké, okay, ren. Oké, okay, zo. Je gooit een granaat. Je kucht even, want ja, dat moet ook gebeuren. Ja, en dan ga je dood door een granaat. En dan heeft iemand al gelijk in het begin van de map, heeft hij gelijk, of van de ronde, heeft hij al gelijk een... Oh, wauw. Oh, wel dom. Oh, wel dom. Oh, dat draak is best oké. Oh, dat draak is best... Nee! Nee, ik ben wel level up, maar jammer. Oh, ik kon... Oh, kut. Ik ben dood, maar... Oh, we konden B hebben. Oh, we hebben ook B. Nou, gelukkig. Nou, dat maakt me dan wel even vrolijk, weet je wel. Ik dacht echt van, oh, we hebben B niet, maar dan bleek het dus wel dat we B hadden. En dan ben je gewoon vrolijk. Lijkt me vrij logisch. Oh, nee. Oh, damn. Daar komt een care package. Ik had het bijna. Tenminste, volgens mij komt daar een care package. Ja, komt een care package. Vlakbij Kevin, je bent vlakbij. Oh, nee, dat is geen care package. Dat is geen care package. Dat is geen care package, Kevin. Dat is geen care package. Ja, dat was geen cap package. Gooi maar granaat. Kom maar. Oh, granaat, snel. Oh! Oh, shit. Misschien kan ik hem ook nog wel krijgen. Dat ding... Ik hoop echt dat dat ding niet met me schiet. Oh, jammer. Oh, we hebben hem wel. Ik ben maar 1 keer door dat ding dood gegaan. Daar ben ik echt blij mee, als ik eerlijk moet zijn. Nee. Oh, nee. Dat was echt naaiend. Oh. Daar baal ik echt van. Want zo net had die gozer met precies dezelfde plek bijna. Had hij mijn oog neer. En dat is wel echt gewoon dat je echt denkt van, nee. We moeten beter gaan spelen, man. We moeten echt beter... Oh. Nee, we gingen eerst van het potje fucking goed. En nu gaan we fucking slecht. Ik ben een beetje boos op mezelf. Een beetje teleurgesteld. Want serieus, dit konden we veel beter doen. Dit konden we echt veel beter doen. Ja. What the fuck, Kevin? What the fuck? Nee, Kevin. Waarom praat ik altijd in een derde persoon? Ik weet het niet. Maar we hebben hem wel, dat ben ik blij mee. Want 3 versus 1, dat is... Nou ja, als je dan één camper hebt en... Nou, 1 camper, ik bedoel, what the fuck. Oké, laat maar. What the fuck, man. What the fuck praat ik hier over, man? Praat ik poep? Omdat als ik slecht ga, dan praat ik gewoon echt poep. Dan ben ik helemaal gestrest. Ben ik helemaal Oh. Het is zo erg, hè. Ik ben gewoon boos op mezelf, man. Jongen. Als ik nu dood ga. Oh, phew. Anders had ik echt gejankt, hè. Nou, dit mocht. Als we meer kills krijgen dan mijn dad, dan ben ik blij. Alsjeblieft. Gun dit. Alsjeblieft, mij. Waarom hebben we altijd van die kutpersonen in ons team? Oh. Waarom won ik zo net de hele tijd? En dan ga ik opnemen. En dan win ik niet. Oh, waarom ben ik boos op mezelf? Ja, ik ben fucking gestrest. Daarom ben ik natuurlijk boos op mezelf. Nee, ik ben teleurgesteld. What the fuck, man? Oh, ik ragequit hem zo echt helemaal, man. Ja, die lijkt me straks gaan we killen. Ja, en nee, ik heb het. Kevin, even... Oh, chill out, man. Als ik ga stressen, dan ga ik gewoon echt vet slecht spelen. Als deze gozer me echt gaat killen... Op precies dezelfde plek. Wauw, dikke killsteal, hè. Dikke killsteal. Jongen.
gast, wat een kut team. Pak hem. Pak hem. Nice. Oké, dat was een beetje een dikke killsteal. What the fuck is dit voor geweer? Yep. What the fuck doe jij, man? Nee, Kevin. What the fuck? Oh. What the fuck? Nee, joh. Oh. Als ik ga stressen, dan ga ik gewoon echt slecht spelen. En dan word ik gewoon boos op mezelf. Dan ragequit ik hem gewoon helemaal. Shit, we moesten hem niet concentreren. Het begin van het potje ging heel goed. Maar mensen, tot bij het volgende potje. En dan gaan we veel beter spelen. Tenminste, hoop ik. Want dat zei ik bij het begin van het potje ook. Maar dat gaan we hopen. En dan, tot zo. Yo mensen, ik ben weer terug in een potje. En ik, als ik echt eerlijk moet zijn, ik denk dat dit ook helemaal verkeerd gaat. Ik denk dat ik deze echt hele aflevering gewoon echt poep ga spelen. Want puur deze map, ik vind dit echt een scheidmap. Ik wil niet veel zeggen, maar niet voor de andere mensen. Het is iedereen zijn eigen mening, maar ik heb echt gewoon een... Hier verlies ik altijd op en krijg ik echt nooit een kill op. Dit is echt gewoon de map waar ik altijd mee verlies. Waar ik altijd gewoon poep speel. En ja, dat waar ik niet gewoon kan goed op spelen. Maar ja, misschien, we kunnen altijd nog wel een lucky hebben. Misschien heb ik wel 2 keer, 3 keer deze map gespeeld. Ik denk dat ik 5 keer deze map heb gespeeld en alle 5 keer heb ik verloren. Dus laten we kijken dat we een beetje mijn nachtmerrie van deze map kunnen beëindigen. En dat we dat kunnen doen. Ja, dat hoop ik. En dat we gewoon dit potje goed kunnen spelen. Gewoon, oké. Oké, die ligt daar heel droog. Oké, gelukkig. Ik heb één. Kijk goed op je map, Kevin. Want deze map is ik vind deze map best wel groot, als ik eerlijk moet zijn. Oké, ze komen erbij. Ja, gaan ze via dat boerderijding. Ik heb er zo schijt aan, jongen. Oké. Oeh, waar is die? Daar is daar. Eindelijk! Eindelijk een keer goed gespeeld. Oh! Dit is de eerste keer dat ik een beetje... Ik hoop dat we zo door blijven spelen in dit hele potje. Want dan gaat het best goed, als ik eerlijk moet zijn. Het gaat niet heel slecht. We verliezen nu ook niet. Oh, UV. Een van de slechtste dingen wat je kan krijgen uit zo'n ding. Even kijken. Oh, er worden hier zoveel mensen gedood. Oké, die is neer. Oké, roep de UV in. Oké, die heb ik. Dat was een beetje een killsteal, maar boeit niet. Oh, die heb ik. Of niet? Ja, ik heb hem. Oké. Ga hierin. Kijk uit. Ze komen via deze kant. Of ze komen niet, maar ik kom naar hun toe. Bitch! Haha. Snel, pak hem! Yes. Wordt deze nachtmerrie echt beëindigd? Is het zo? Wordt deze nachtmerrie beëindigd? Alsjeblieft, zeg dat hij iets goeds in zegt. Zeg dat in de mystery box of de care package iets goeds zit. Ik noem het maar een mystery box ook een beetje, want het is gewoon een mystery box eigenlijk. Zeg dat er iets goeds in zit. Alweer een UV, wow. Het kan nog allemaal goed gemaakt worden door al de kills en deaths, dus... Ik ga nu best wel goed. Als ik dit vol hou... Hou dit vol. Allemaal daar. Dubbel kill. Nice. Er komt één via daar. In het gebouw. Die is neer. Nice. Zeg dat dit gaat gebeuren. Gaat de nachtmerrie beëindigen. Zeg alsjeblieft van wel. Gaat de nachtmerrie beëindigen van deze map. Dat ik deze map zo slecht vind. Nou, tenminste, ik vind deze map te lang. Ik verlies er altijd op. Het is een beetje een ongeluk map bij mij. En ik hoop dat ik dit kan veranderen. Doordat ik win. Ik zat daar even lekker te wachten. Even alle sceptischen. Maar we verliezen. Of tenminste, we hebben B verloren. Die is neer.
Oh, die heb ik even door het smoke heen gekild. Oké, die houdt. Kut, shit, die had ik niet. Oké. Yes! Oh, hopen dat... Ik ben wel eerste. Ik heb gewoon de final kill cam. Oh. Ik hoop nu echt dat we deze ronde kunnen winnen. Of nog een ronde. We hebben deze ronde gewonnen. Als we nu nog één ronde winnen. Ik ben blij en de nachtmerrie is voorbij. Het rijmt, maar dat boeit me helemaal niks. Ik hoop het zo erg dat we gewoon deze wel goed doen. Ik hoop het echt zo erg. Snel, roep zo'n ding in. En we beginnen ook heel mooi op deze brug. Vind ik wel grappig altijd. Kom op, snel. Snel, drop hem. Zeg dat er iets lukjes in zit. Yes, dit ding heb ik ook bij mijn score streaks. Maar het is altijd nog wel een goed ding. We vragen dat ding bij B, natuurlijk. Oh, waar is die? Oké. Kevin, je hebt dus een sentry gun aan je hand en je hebt een sentry gun. Tenminste, een soort van tankje sentry gun heb je bij B. Nice. Pak B. Nice. Pak hem. Ah, shit, jammer Kevin. Jammer gevoel. Leuk geprobeerd Kevin, maar nice try. Kom op. We gaan het nog een keer doen, man. Laten we eerst worden, nog een keer. Oké, die is neer. Wat is dat? Oh, ga weg. Shit, jammer Kevin. Gewoon doorgaan. Niet stressen. Gewoon doorgaan. 7 op 20 is goed, is nog goed. Nou, oh, jammer Kevin. Oh, nice, serieus, man. Hij maakt die kills, jongen. Hij maakt die kills. Hij is wel offline nu, maar... Hij maakte die kill. Oh, jammer. Ik had hier nog een kill bij kunnen krijgen. Als ik nu nog een kill bij kreeg, was ik best blij. Maar, helaas. We gaan nu weer winnen, man. Hoop ik. Gaat de nachtmerrie voorbij. Ik hoop het zo erg, hè. Is het iemand? Tenminste, dacht ik. Oh. Snel. Ja, nice. Hier ging ook iemand naartoe. Welke kant? Gewoon gokken voor deze. Hij ging naar B, hopelijk. Nee, niet. Hij ging naar C. Kut. Oké, ja. Hij is neer. Ik heb hem, hey. Oké, er komt toch iemand, denk ik. Gewoon een gokje. Ik zag daar kogels vanaf komen, maar dat was van achteren. Shit. Dat was jammer. 24-9, dat is best goed, Kevin. Het is niet slecht. Ik kan beter. Oh, ja. Jammer. Dan zie je twee enemies en dan concentreer je altijd op één. Maar dat is wel altijd heel moeilijk. Je weet het van jezelf wel, maar dan dat het gewoon moeilijk is. Pak Bravo. Nice, je hebt gewoon in je eentje heb je gewoon Bravo gepakt, jongen. In je eentje Bravo pakken, daar moet je ook gewoon blij voor zijn eigenlijk. Je eentje braaf pakken. Gewoon niet stressen, Kevin. Oh, niet stressen. Nee! Ik ging typen. Nee, kut! Oh, kut. Dat is gewoon... Dat is echt gewoon naai dat je dan gewoon begint te typen. Oké, die heb je. Oh, kijk uit. Ga bukken! Waarom wil die niet bukken? Huh? Waar is die? Oh, gelukkig ben ik nog niet dood, maar... Ik had even verwacht dat ik even dood ging. Oké. Doei. Oh, nee. Oh, 4 had ik die nog. Als ik die niet had. Ik wou hem eerst even knijven. Toen twijfelde ik. Toen ging die... Oh, dat was zo lucky. Nog maar 2 kogels en ik had hem. Oh, jammer. Dat is echt gewoon... intens jammer. Die loodste... Oh, jammer. Goed zo. Of ja, jammer voor die kill. Man. Ik had echt verhoopt dat ik die kill kon pakken. Oh, lucky. Waar zijn ze? Oh, komen ze. Nice. Oh, jammer. Ja, die had ik ook wel een beetje kunnen verwachten. Want ik dacht van, waarom is het zo rustig bij A? Maar, ja. Jammer. Granaat naar G. Oh, die heb ik even keihard afgepakt. Die killsteal dus. Maar goed, boeit niet. Kom op, Kevin. Nog 1 kill. Want ik heb nu meer deaths dan kills. Zeg alsjeblieft dat ik nog 1 kill kan maken. Gewoon, de nachtmerrie is denk ik al een beetje voorbij. Want... Nice Kevin.
Nice, Kevin. Nice! Oh, 32, 16. Yay. Het is tenminste meer dan mijn... Ik dacht dat ik ging typen, maar dat deed ik helemaal niet. Yes! Bam! Oh, de nachtmerrie is voorbij. Het is officieel, de nachtmerrie is voorbij. Ik sta eerst 32 kills en 17 deaths. Ik vind het mooi tenminste, want ik haal die de hele tijd bij deze map gewoon echt 0 kills bijna. Gewoon echt 10 kills of zo, echt 25 deaths. Eindelijk is de nachtmerrie voorbij bij deze map. Yes! En ik hoop dat ik bij de volgende aflevering gewoon, ja, beter ga spelen. Want de vorige, bij de eerste battle ging het niet zo goed. En nu wel. Dus mensen, vergeet niet het blauwtje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan check ik jullie later.